Welkom bij weer een Scarlet en Violet Shiny compilatie. Dit zijn Shinies 61 tot 90. Hoop dat je de video leuk vindt. En daar ben ik weer met een nieuwe Shiny! Weer een shiny die ik al heb. Al voor de vierde keer gevangen. Shiny Swablu. Oh mijn god. Ja. Shiny nummer 61. En heeft het een mark? Nee. Maar Shiny Swablu. Weer een shiny. En ook nog een shiny die ik denk van, die ik niet had gedacht dat ik die hier zou vinden. Ik ben gewoon zigzaggend aan het rondlopen. Kijken of ik weer een shiny kan vinden, natuurlijk. Zoals ik het de hele tijd doe en dan denk ik, huh? En ineens zie ik dat die snover hier blauw is. Een shiny snover. Oh, wow. En dan een mark, nee, maar wel shiny snover. Ik ben er weer. Ik denk dat ik een shiny heb gevonden, maar het is eentje die niet heel erg noticeable is. Maar ik liep hier dus en ik zie die Flareon en ik denk dat die shiny is. Ik denk dat deze Flareon shiny is. Ja! Shiny Flareon. Oh nice, dat is wel een van de evolutions. Oké. Shiny 463. Check the summary. Ik denk. Relaxed nature. Sassy nature. En geen mark. Maar ja, wel Shiny Flareon. Ja, ik ben er weer. Ik heb weer een shiny gevonden. Natuurlijk. Zoals altijd vind ik shinies. Dit is een shiny die ik ook graag wil hebben. Of wil evalueren. Shiny Meshift. Nice. Vangen en dan kunnen we hem evolueren. Dat is een critical catch.
Dat is ook weer eentje dichterbij. Het volledige spel shiny hebben. Van alles wat shiny kan zijn in ieder geval. Shiny Mesh Shift. Sassy Nature. Lost Beat. Pas voor mij. En geen Mark. Maar Shiny Mesh Shift. Bam. Ben ik weer met een nieuwe shiny. En er is er één die heel belangrijk kan zijn. Want er is er één, ik heb deze nog niet, maar ik ga hem wel evalueren. Het is een Dunsparce. Een Dunsparce. En aangezien ik heel graag kan kijken of ik een 3 segment de Dunsparce kan krijgen. Want ik moet de 2 en 3 hebben. Gaan we... Oh. Het is in ieder geval een quick catch. Heeft het een mark? Nee, helaas. Helaas. 2 segmenten Dunsparce. Maar het is in ieder geval 1. Hopelijk de volgende keer beter. Ben ik weer. Ik heb nog een shiny gevonden. Deze. Ik dacht dat die niet te zien was. Maar hij is heel goed te zien. Dan weet je misschien al weer een beetje welke ik bedoel. Het is Gabite. Gabite, die dacht ik echt, die kan je niet zien. Maar ik heb wel shiny Gabite zie je heel goed. Ah. Speelt echt met je hart en je hoofd. Shiny Gabite. Geen Mark. Navy Nature. Maar we hebben hem in ieder geval. Dat is het belangrijkste. Ja, ja. De volgende Shiny. Als je denkt, jee Michiel, hoeveel Shinies heb je wel? Ik heb nu in 1 zitting, dat is nu ongeveer iets minder dan 9 uur, 9 shinies. 9. Shiny Jumpluff. Wauw. Mooi is, dan heb ik deze ook gecompleet. Want ik moest nog een Jumpluff. Shiny nummer 9 van de dag. 9. Nog steeds geen Mark, maar wel Shiny Jumpluff. For real. Bro, laatste secondes. Echt
Laatste seconde, shiny Slitherwing! Ook gewoon niet geloven dat echt op de laatste moment ik hem krijg. Nee, geen tijd. Maar Shiny Shadowing. Oh, Shiny. Nee. Shiny, hoppa. Ja, dus daar ben ik weer. Kort onzicht. Shiny Rowlet. Rufflet. Mooi was. Ik wou weglopen en ik keek toch maar nog een keer. En gelukkig zag ik hem. Shiny Rufflet. Goed dat ik hem maar gezien, want dat ik even snel nog een keer keek, want ik was er langs heen gegaan. Nice. Shiny nummer 70, 71 voor in de Dex, 61. En heeft het een mark? Denk ik niet. Ik had gelijk Bold Nature. En op kerst. Maar, Shiny Rufflet. Heck yeah. Ja, nog een Shiny. Echt, ik ben, loop nu rondjes in de desert. Nog geen 15 minuten. En heb nu al 2 keer een Shiny Rufflet tegengekomen. Dit is nu de tweede Rufflet in. Pak een beet. 10 minuten. En ik ben notabene op een steel sandwich kijken voor Earthworm. En ik krijg Rufflet. Oké. Ja, fijn. Kijken of deze wel een mark heeft. Ook niet. Fijn, nog een Shiny Rufflet. Nou, Braviary. Leuk. Oh, yes. Weer in de laatste minuten. Ah, Shiny Brute. Bonnet. Weer ook echt in de laatste minuten. Wat is het toch? Met Shiny in de laatste minuut. Wat is daar toch mee? De mark. Geen mark. Maar ja. Shiny Bourbon. Het lekker.
shiny Screamtail. Even kijken. Snel. Die mark. Nee. Ah! Nummer 2. Nice. Geen mark. Oké. Shiny Fluttermane. Nou ja, oké. Deze vangen en dan hoef ik er nog maar eentje. Roaring Moon. Maar we moeten hem eerst vangen. Snel checken. Geen. Oh! Een shiny. Dat ik deze zag. Brimblim. Oké, okay, shiny Sitobble. Lekker. Geen mark. Shiny Cufant. Nice. Ik heb een shiny Cufant, maar ik heb niet in deze game.
snel checken. Oh, heeft een mark. Checken we zo meteen even. Cuven de Cloutywaiter. Hey! Bam! Bam, bam, bam! Tweede shot niet. Deze kunnen we ook meteen evolueren. Bramblen. Oh, Bramblecast. 1 minute later. Oh, nog één. Nog één. Bam! Bam, bam, bam. Bam, 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 3. Boom! Een derde! Ja, ja. Daar ben ik weer. Een keer los. Random fiets, hè? Random shiny. Ik ben even gewoon random rond te lopen. Kijken of ik shiny Wiglet kan vinden. En een shiny necklace, want het is mooi. Een shiny necklace heb ik nog niet. Gelukkig, nog niet. Shiny Neckley. En we hebben hem. Het is een nieuwe. Een nieuwe voor in de Rex. En gaan we even kijken. Is het markt? Nee. Maar wel weer een nieuwe shiny. En ik ben er weer hoogst, denk ik, 15 minuutjes, 10 minuutjes later. Met nog een shiny.
wel al een shiny die we hebben, maar een shiny is een shiny. En dit is ook wel een shiny die ik heel veel gevangen heb in Arceus. Shiny Floatzel. Oké. Even kijken. Shiny Floatzel is nu van mij. Oh yeah. Shiny 84. Gaan we even kijken. Is het markt? Nee. Helaas. Maar weer shiny. Ja, ja. Daar ben ik weer. Met een nieuwe shiny. Het mooie is, ik zit op het moment nu een stream te kijken. Dat iemand probeert een shiny Clove te krijgen. En het so be happened dat een shiny Clove spant voor mij. En hier is. Een shiny Clove. Dat is sowieso een catch is. Oh, leuk. Ik heb het ook getweet naar de persoon. Geen mark, dat maakt niet uit. Shiny Clove, nice. Ja, ja! Ja, ja, daar ben ik weer. Met een nieuwe shiny. Wel alweer een shiny helaas die we hebben. Maar het mooie is, deze shiny zag ik in eerste instantie niet eens en hij was ineens flat. Kwam gewoon mijn scherm in. Hij vloog ineens mijn scherm in. Een shiny Killer Watchroll. Dit is al mijn derde Killer Watchroll. Wauw. En het is een critical catcher. Summary. Geen mark. Maar wel weer een nieuwe shiny. Ben ik weer. Weer een shiny gevonden. Was gewoon aan het rondrennen. Kijken voor Wicklet. Zonder sandwich. Ik heb geen herbs meer. En ja, het risico zat er zeg maar in dat ik wel shinies kon vinden die ik al had. En vind weer een Kilo Watchroll. Even, ik ben nu. Dit is nu mijn tweede shiny zeg maar van de dag. En alle twee is het een Killer Watchroll. Hoe sneu het ook klinkt, ik vind het super grappig. Dit is nu de vierde die ik heb gevangen. Ik heb tot nu toe
één andere Pokémon 4 keer gevangen. Maar dat komt door dat ik 3 in 1 centjes krijg. Dus heb ik nu al 3 keer random gezien. Ja, geen Mark. Maar wel gewoon weer een kilowatt. Nice. Ja. Ben ik weer. Derde shiny op rij. Aan het zoeken voor Wiglet. En ik kan zeggen, we hebben een hattrick. In één dag. Een hattrick. Geen sandwich. Niks anders. 3 keer een kilowattrol. Shiny. Normaal zou ik, vind ik het hartstikke leuk bijvoorbeeld een Pokémon Go om zo vaak een shiny te vangen, maar dit is gewoon niet leuk. Het is ook geen Wattrol. Nee, het is kilowattrol. Het is niet zeg maar dat ik nog een Wattrol heb. Geen Mark. Maar wel weer een shiny. Ja, ja. Daar ben ik weer. Met een nieuwe shiny. Ik dacht, ik ga hier rondlopen. Voor de Wiglet. Of voor een shiny die ik nog niet heb. En ik ga ook niet eerder weg voordat ik een shiny heb die ik nog niet heb. En helaas. Ik zie dus een Swablu. En dat is een shiny die we wel hebben. Helaas. En dit is ook al een vijfde Swablu. En het is een catch. Het is in ieder geval een kilowattrol. En het heeft geen Mark helaas. Maar wel weer een nieuwe shiny. Ja ja, daar ben ik weer. Met een nieuwe shiny. Ik was op het punt om naar het Pokémon Center te gaan. Ik zag toen net gelukkig nog iets. Ja, gelukkig. Dat was na het Pokémon Center. Ik zag net nog in mijn ooghoek. En het is er een. Capsakit. Een shiny Capsakit. Hier naar achter loopt de groene en hier hebben we dan. Ja. Deze is echt heel klein. Maar wel te zien. En gevangen. Shiny nummer 90 en 73 73 verschillende zijn daarvan. Capsakit. Heeft het een mark? Oeh, het heeft een mark. Kijk, nee, ik wil niet Caridon. Oeh, Capsakit de Rampaging. De Ferocious. Ferocious Mark. Een mark voor een Rampaging Pokémon. Oké, okay, leuk. Hier is shiny met een mark. Nou, alle evoluties zijn dit. Alle shinies die ik heb gevangen in deze video. Welke Evolijn heb ik het meest shiny gevangen? Op nummer 3 met 3 shinies. De Hoppip, Meryl en Weaselijn. Op nummer 2 met 4 shinies. De Palmy
en Bramblin Line. En op nummer 1, met 5 shinies, de Swablu en Kilowattrol Line. Welke Pokémon heb ik nu het meest shiny gevangen? Op nummer 3, met 2 shinies, Raichu, Palmy, Meryl, Bramblin, Bramblegast, Sandyshock, Floatzel, Greatus, Klefki en Altaria. Op nummer 2, met 3 shinies, Swablu. En op nummer 1, met 5 shinies, Kilowattrol. Van welke regio heb ik nu de meeste shinies gevangen deze video? Kanto, 1. Johto, 1. Hoenn, 3. Sinnoh, 3. Unova, 2. Kalos, 0. Alola, 0. Galar, 1. Hisui, 0. Paldea, 19. Hoeveel shinies heb ik nu gevangen per regio over alle compilaties? Kanto, 7. Johto, 15. Hoenn, 8. Sinnoh, 5. Unova, 2. Kalos, 7. Alola, 1. Galar, 2. Hisui, 0. Paldea, 43. Bedankt voor het kijken. Welke shiny vond jij het mooist en welke reactie vond jij het leukst? Laat het weten in de reactie. Vergeet dan ook niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jou in de volgende video. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found.